En goedemorgen, lieve vrienden. Weer een nieuwe dag aangebroken, dus van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ze zijn allemaal binnen en beneden. Hondje ligt op de bank. En daar is ons prinsesje. En daar is onze rooie. En ons zwart-wit meisje zit nu niet op de vensterbank, maar op de kachel. Ja, helemaal geweldig. En toch is het mooi weer, maar ook bewolkt en zo nu en dan regen. Je krijgt het weerbericht erbij. Hoe vind je dat? Ook weer wat nieuws. Het is vandaag vrijdag, 28 september en we leven om 11 uur 36. Straks komt Astrid weer, ga straks ook vlees braden, tenminste eerst bakken. En dan in de supermarkt lekker sudderen. Heerlijk. En wat hebben we voor vanavond meer? Groente mag je kiezen. Dat is even weg, man. We eten schouderkarbonade of vlees. En ik weet niet of jullie dit kunnen. Wetjes, aardappelen. Kan ik in de oven doen. Dus dat gaat lekker in de oven, lekker gezond, geen vet, niks. Dus heerlijk. Ja toch? Ja. Dat was mijn telefoon. Ik ga nog een broodje klaarmaken. Ik ben met de koffie bezig. Dus ja, eventjes mijn lunchje en dan ga ik daar na aan de slag. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik weet niet of ik vloggen ga vandaag verder. Maar dat merken we wel, want Astrid die komt weer. Ja, en die wilde weer eens niet op en je weet het. Maar ja. Wie weet komt het allemaal wel weer goed. Ja, mijn water gaat koken, dus ik ga sluiten. Daar waren we weer even. Kom net van buiten af. Ja, dat kip heb het nog weer tomaatjes uit de moestuin gehaald. Dat is weer een bakje vol. Er moeten nog een aantal rijpen. Die zijn nog een beetje te licht. Nou, die kunnen rijpen in het licht, maar zoals die binnen allemaal al goed, die rode. Maar ja, laat ze maar lekker even staan. Ik ga ze straks wel uitzoeken. Alleen, ja, Astrid, die is er dan niet. Ik weet het niet hoor. Begrijp er even niks van. Nee. Dus ja, ik heb wel vlees gebraden, ook voor haar. Maar komt ze niet, dat spek heb ik maar ook weer. Ja toch. Maakt me niet uit hoor, maar ik... Er staat me niks niet bij dat ze niet gezegd heeft van ik kom vrijdag niet. Nee. Dus ze zei tot vrijdag dat ze wegging maandag. Nou ja, dus is ze nog niet. Normaal komt ze tussen 12:30 en 1:00 komt ze. Maar op een jendo, het is al 2:30. Maar ja, we wachten gewoon geduldig af. Komt ze niet, heb ik pech en ja. Maakt me niet uit hoor. Goed, ja, ik had het dan wel liever even willen weten. Maar ja, maakt dan nog niet uit. Ik heb mijn eten hoor. Simpel. Het wordt weer donker. Ja, het zonnetje schijnt nog, maar het wordt wel weer donker. Maar oké, ik ga weer verder met hetgeen waar ik mee bezig was. En het komt allemaal wel weer goed. Dat, ja, ik zou zeggen, geniet van elkaar, geniet van de dag. Doei doei. En een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, Astrid is net de deur uit. Dat, we hebben heerlijk gegeten. En het is net 11 minuten over 6. Ik zit op Facebook, want ik ben boos op een aantal leden die met mij denken te kunnen mogen zollen. Nou, geen één die met mij zolt, hè? Nee. Mijn kinderen niet, een ander ook niet. Nee. Niemand niet. Want dan kom ik wel eventjes voor mijn rechten op, hè. Simpel zat. Ik ben de beheerster van de groep, dus ze hebben sowieso niet met mij te lopen te zollen. Nee, ik ga even water op mijn koffie doen. Zo, dan kan dat ook mee naar de voorkamer. Voilà. Een lekker bakje koffie, ja ja. Mijn hondje ligt lekker op de bank.
Hè, die ligt er ook lekker bij. Of niet dan? Ja, toch? Oh, hij is zo lief, hè. Hij is zo lief, hè. Ja, dat komt er nog eentje aan. Die wil ook aandacht. Nou, kom dan. Kom. Ja, nou kom. Ja. Had je verwacht, hoor. Hé? Ja. Oh, goeie toch, hè. Ja. Oh, goeie toch. Zo lief, hè. Ja. Oh, ja, geweldig. Hè? Maar Rooie die zit nou op de vensterbank in de keuken. En die zwart-witte zit op de grond, notabene. Ja, leuk toch? Zien jullie dat? Ik geloof er wel, hè? Ja. Ik zal er even dichter naartoe. Ja, die hebben ook hun aandacht nodig, hè? Jo. Jij. Jo, die hebben hun aandacht nodig. Ja, ja. Ja, kerel, ik kom eraan. Hé? Ja. Denk jij er even om? Je gooit de spullen om. En dan moet ik het met één hand ook weer goed zien te krijgen. Niet zo fijn. Hé, je moet ook om de tomaatjes van Mitchell denken, want die zijn van Mitchell. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Probeer ik ook te doen, ondanks dat ik boos ben. Maar ja, ik heb ze al een sanctie gegeven voor 7 dagen, hoor. Ja, ja, ja. Degene die met mij zollen, die krijgen een sanctie voor 7 dagen op de kont. En gaan ze na die sanctie echt mee door, dan is het dag, hoor. Ja, dan kennen ze uit de groep. Ja, simpel zat. Ze hebben dat niet te doen, met mij niet, met geen één niet. Heb respect voor elkaar. Heet je dat niet? Nou, blijf dan weg. Word ook niet lid als je geen respect hebt voor een ander. Moet je absoluut niet lid gaan worden van mijn groep, de 50-plussers. Nee. Niet doen. Blijf dan maar mooi weg. En ik zou ook dan niet van alle andere groepen, van wie dan ook, wie daar ook beheerder van is, lid willen gaan worden. Blijf dan op je eigen tijdlijn. Daar ben jij de baas. Niet in de groepen, dan ben jij niet de baas. Nee, want dan heb je een ander die de baas is. En niet jij. Of je moet zelf een groep gaan beginnen. Ja, dan ben jij weer beheerder en dan hebben een ander weer met jou respect te houden. En aan jouw huisregels te voldoen. Zo niet, dan ga je eruit. Simpel. Nou, lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is inderdaad al morgen. Ik schrik ervan. Jeetje, Nina. 2:20. Ja, tijd om naar bed toe te gaan. Maar voor die tijd wil ik even deze camera weer leeghalen. Althans, het kaartje. Zodat we morgen weer, of wel straks over een paar uur, weer aan de volgende dag kunnen beginnen. En vandaag is het zaterdag de 29ste. En dan gaan we een heel andere vlog in elkaar zetten. Jullie zijn gewaarschuwd. Ja. Jullie zijn gewaarschuwd. We gaan een andere vlog in elkaar zetten. En dat is een wereld die omgedraaid is. Ja. En Jan van Dam, daar doe ik het samen mee. Of eigenlijk niet, ja. Wel en niet. Wel is er niet een spelletje. Zoiets. Dus ik zou maar erom denken. En Joella, als ik je naam goed uitspreek, ik daag jou uit. Ja, de rest doe ik in je pb. Komt goed, schat. Voor de rest allemaal, voor nu, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht.